KV Mechelen heeft 5 aanwinsten voorgesteld aan de pers. Steven de Petter, Joachim van Damme en Tommy Pachowski zijn er al bij vanaf trainingsdag 1. Dat is al heel goed meegevallen. Ik ben hier van harte welkom geheten als ik hier ben toegekomen. En ondertussen ben ik stilletjes aan het inburgeren, laat maar zeggen. Dus het bevalt mij echt heel goed. Ja, in het begin een beetje onwennig, nieuwe spelersgroep. Maar naarmate de trainingen vorderden, kwam ik begint iedereen een beetje beter te leren kennen. Dat wordt natuurlijk een beetje aangenamer. Normally every time first practices is difficult, but here when I come it's with friendly everybody. It's very good and I see that this club is on a high level. Ik denk dat KV Mechelen een club is die bij mij persoonlijk past als speler qua speelstijl ook. Ik ben iemand die het moet hebben van de enthousiasme, kracht, willen winnen. En ik denk dat er weinig clubs zijn die dit zo willen uitstralen als dit KV Mechelen. Dus daarom denk ik dat dit wel de goede keuze kan zijn voor mij. Mechelen is een familiale club. Ik voel mij goed. Ook een fantastische sfeer, familieclub. Ik heb het hier helemaal naar mijn zin op dit moment. I like when I play at home and when the stadium is full. I have extra motivation and I choose because I know there is very good supporters and a very nice club here. Voor duel sterk denk ik. Ben linksvoetig, kopbal sterk en vooral een goede pas denk ik. Vooral verdediger middenvelder voor de verdediging sluitend. Dat is vooral mijn kwaliteiten. I'm good technic en I'm good on the line. And but normally the other must say for me. You know. Concurrence is always good. If you don't have concurrence, then it's better to stay home. But in Bruges, you don't have this concurrence like here in Mechelen. But okay, then everyone fight and everyone train 100% every training. And for me, I think the difficult question will be for the coach, and he will choose who will play. Voor de Denen met Jonker en Thomas in de Voltsen is het de eerste kennismaking met Malinois. Mijn contract liep af bij Roda, dus ik moest ergens anders gaan tekenen. En ik heb een beetje rondgekeken en heb wel best veel contact met Haarlem gehad. En ook met Badeense jongens, dus voor mij was de reden, spannende club, spannende uitdaging. Ik ken de trainer, ik kwam minimaal 1 Deen erbij of 2 Denen en dat was een goede reden genoeg. Yeah, they showed interest in me, and what they heard the plan with me and with the club, and the new trainer they got, then it was an easy choice for me to come here. But it's always nice if it's the trainer who really wants you, because that means that he knows you as a player and what style of football you play. So it was when I heard that he really wanted me so much, and also that Mess came here and were really good, then that was easy. Ik ken Haarlem al 3 jaar. Ik weet hoe hij werkt. We weten allebei hoe we het beste aan elkaar haalt. Ik heb van heel goede verhalen over de club gehoord en als Haarlem dan wel deze goed vindt, dan denk ik dat ik ook wel goed vind. We zijn als personen misschien een beetje hetzelfde type en we hebben 3 jaar gewoon heel goed samengewerkt en hopelijk kunnen we dit hier voorzetten. Wat moeten we ons voorstellen bij de speler Mats Jonker? Hopelijk iemand dan af en toe wat goals maakt en sowieso goals natuurlijk, maar ook hard werkt. Ik vind het altijd belangrijk dat je best uit jezelf probeert te halen, dat je gewoon je best probeert te doen. En dat is, soms is dat niet altijd geweldig om dat te zien, maar ik weet ook bij Roda wel geliefd werd omdat je wel hard werkt. En natuurlijk is het meer scoort, is meer geliefd word je, maar als lang als je hard werkt, ook lukt het niet. Dat vind ik wel belangrijk. Maybe best on the left side. I'm not really a winger. I'm more midfield than a winger. So it's probably going to be, if I play on the left, that I'm more inside most of the time. But it's not like I'm one who dribbled one guy 7 out of 10 times in the game. I'm more the passing players who's trying to find the key passes, make a lot of assists. And then I also have to score some goals myself. I arrived yesterday evening late and then go to the hotel and just came here. So it's been a bit hectic. So the first impression is difficult. I saw the pitch here. I must say I'm very impressed about that one. It's looking really nice, and compared to the pitch I come from, here we play on green grass, and there we played on like sand. So it's much better. Ik heb morgen terug naar Denemarken, want ik zit in de EK-studio van Denemarken. Heb ik de hele EK gedaan, en ik heb met Haarlem overlegd. Dus die finale ga ik missen, want die moet ik hier zijn. Maar goed, ik ga terug naar Denemarken om de EK te doen en dan sluit ik hier vrijdag aan bij de training. Yeah, tonight I still have the medical test to do here at 5 o'clock, and after that I'm leaving for the airport and go back to Groningen and take care of all the stuff there and come back first and start the training Friday.